Achter mij staat de nieuwe Ford Mustang Mach-E. De eerste volledig elektrische Ford voor de Europese markt. En wat een auto. Hij heet niet voor niets Mustang. Het is echt een raspaard. Hij is heel snel, hij ziet eruit en heeft de styling-elementen van een echte Ford Mustang. U ziet al het mooie Mustang-logo voorop. De auto is van alle technische snufjes voorzien. De auto heeft voor een camera, volledige LED-verlichting, de lampen in de stijl van de gewone Ford Mustang, parkeersensoren rondom, camera's rondom, alles zit erop. Daarnaast, deze auto heeft een rijbereik van zo'n 600 kilometer volledig elektrisch. Dat is de achterwiel aangedreven versie met het wat grotere accupakket. De auto waar wij bij staan is de all-wheel drive. De all-wheel drive versie is te herkennen aan de grotere lichtmetalen velgen, de rode remklauwen. Natuurlijk de laadklep. Hij moet wel opgeladen worden, anders kom je niet zo ver. Uniek aan de nieuwe Ford Mustang Mach-E is dat de auto geen handgrepen heeft. Hier zit een knopje, daar druk je op en de deur gaat open. Tevens is dit de eerste auto die ook volledig met een smartphone te bedienen is. De smartphone is de sleutel van de auto. Ook de achterzijde ziet u geen handgrepen, wat de auto een nog mooier stijlelement geeft. De achterklep is volledig elektrisch bedienbaar. Biedt toegang aan een zeer ruime achterbak, waar hieronder zelfs nog wat ruimte is voor de laadkabels. Ook hier weer voorzien van camera's, voorzien van de mooie Mustang-elementen. Denk dan vooral aan de drie strepen in de achterlichten, wat alle Mustangs tot zover hebben gehad vanaf 1965. Zelfs van binnen ademt deze auto Mustang. Met de mooie zwarte bekleding, met de rode stiksels. Natuurlijk, zoals alle volledig elektrische auto's tegenwoordig hebben, een zeer mooi groot scherm. Allemaal touchscreen waar u zelfs onder elkaar en de navigatie en de airco of radio kunt bedienen. Ook hier voor uw neus de klokkenwinkel waar keurig netjes alles digitaal wordt afgebeeld. Het Bang & Olufsen systeem maakt het hele geheel af. En ook nog de fantastische rijhulpsystemen. Zoals de dode hoeksensoren, de adaptieve cruise control en alle andere prachtige systemen die op deze auto zitten. Wat een fantastische auto om te rijden. Het is natuurlijk een Ford. Een Ford rijdt altijd snaarstrak. En deze auto is zo ongelooflijk snel, zonder dat je wat hoort, toch een echte Mustang. De auto stuurt, de auto schakelt helemaal automatisch. De auto heeft een automatisch inparkeersysteem. U bent de eerste die met mij mee mag rijden met deze fantastische auto. Ik ben heel enthousiast. Natuurlijk hoop ik dat u ook een beetje enthousiast bent geworden. Vanaf maart 2021 staat de auto bij ons in de showroom. Wilt u er meer over weten? Wilt u nu alvast een afspraak maken? Ik kan u alvast heel veel vertellen over de auto. U mag ons altijd bellen en u bent van harte welkom bij Dekker Autogroep en Dekker Autolease. Ik hoop u snel te zien.